Welkom bij een nieuwe Vraag op Straat. Ik sta hier op de Grote Markt, voor de Grote Kerk. En nu ligt er een plan om de Grote Kerk binnenkort af te breken. Wat vindt u hiervan? Vraag op Straat vraagt het aan u. 1 april. Ja, ik ben van Café de Bruine Pijn, dat is mijn terras aan die kant. En ik vraag er eigenlijk al heel lang over, want dan kan ik mijn terras een beetje uitbreiden. En hij neemt iets te veel ruimte in beslag. En de motoren kunnen dan misschien weer terug om hier op het plein te parkeren. Dus ik ben er wel voor om een deel van de kerk een beetje te verwijderen, ja. Afschuwelijk. Afschuwelijk. En waarom zou je dat afschuwelijk vinden? Nou, ten eerste hebben wij daar ook zelf geschiedenis liggen. Mijn schoonvader heeft daar ook allerlei werkzaamheden aan gehad. Vooral de berekeningen, de kosten van de grote toren. Nou, dat zou ik echt heel jammer vinden. Ook een stukje emotie van ons. Belachelijk. Echt belachelijk. Het is zo'n mooi pand. Het is zo... Het is Breda. De Grote Kerk is Breda. Het is historisch, het is mooi, er zit een heel mooi verhaal achter. Ik vind het belachelijk als ze hem afbreken. Dat meen je niet. Nee, dat vind ik echt heel erg. Nee, dat mag niet, nooit gebeuren. Nee, dan krijg je een prachtig iets. De kerk van Breda. Nee, absoluut moet blijven bestaan. Ah, dat kan echt niet. Nee, dat kan echt niet. Nee. Hij staat misschien wel een beetje in de weg, maar hij kan niet weg. Nee. Ik vind dat bij Breda hoort gewoon. Dat hoort een stukje bij historie. Ja, ik vind het jammer. Dus jammer. En als ik dan zeg van het zou te duur zijn in onderhoud? Dat is begrijpelijk, maar misschien moeten ze dan gewoon... Ja, ik weet het niet. Moeten we eens kijken. Kunnen ze niet andere... Iets anders aan halen. Misschien moeten ze meer marketing omheen borduren of zo. Om die kerk toch wel weer voor mensen interessant te maken. Ben je zelf al eens in de kerk geweest? Ik ben in de kerk daar. Ik ben daar wel eens geweest, ja. Ja. En... Een keertje maar. Ja, ik ook 1 keer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo gelovig ben, maar... Nee, maar ik vind wel dat het bij een historie van de stad hoort. En we leven hier, het is natuurlijk ook wel een mooie oude stad, Breda. Ja, en dat hoort er wel bij. Hoort bij het straatbeeld ook, vind ik. En dan ga ik tot slot nog iets heel vervelends zeggen. Dit is natuurlijk een 1 april grap waar jullie niet aan gedacht hadden. Wat is jouw reactie daarop? Ja, ik moet er zo hard om lachen. Nee. Ja, dat ging ik wel vanuit, ja. Dan nog vind ik het wel een goed plan dat het mijn parkeerplaats groter wordt gemaakt. Ja, geloof ik het. Dan denk ik, heeft groot gelijk. Echt leuk.